ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Daar gaan we weer. Het regenboogalarm gaat weer. Ergens is er een regenboog nodig. Dat is al de derde vandaag. Strum zegt dat alle kleuren er zijn. Wauw, jellytastisch! Oh, de jellybees zijn moe van het werk. Pepper zegt dat hij en Danny even gaan liggen. Dat is een goed idee, Pepper. Het is te vroeg om al echt naar bed te gaan, dus gaan ze een dutje doen in Pepper's tent. Oh, kijk, zijn ze niet... Oh, oeps, sorry. Ze zullen wel weer gauw wakker worden. Ik vind dat het wel heel lang duurt, hoor. Ach, misschien moet ik zelf ook maar een dutje gaan doen. Wat? Oh, was ik in slaap gevallen? Oh, hallo Pepper. Wat? Nee, het is niet waar. Het is wel waar. Het is nacht. Dat is Jelly vreemd. Dan is het wel heel vroeg donker geworden. Is het jullie opgevallen dat het in de winter veel eerder donker wordt en dat het in de zomer veel langer licht blijft? Danny is er niet aan gewend om 's nachts wakker te zijn. Meestal slaapt hij 's nachts in zijn boot. Wat een raar geluid. Pepper zegt dat het een uil is. Uilen zijn 's nachts wakker. Ze slapen overdag. En dat is jou nu ook overkomen, Danny. Je hebt overdag geslapen en nu het donker is, ben je wakker geworden. Danny vindt dat de jellywereld er 's nachts maar raar uitziet. Bij daglicht is die bloem geel, zegt Danny. Maar in het donker heeft hij een rare grijze kleur. Kleuren zien er alleen vrolijk en fel uit als er veel licht is. Als de zon ondergaat, verdwijnt het licht en dan vervagen de kleuren. Pas op, Danny. Danny zegt dat hij het donker niet leuk vindt. Het maakt de jellywereld grijs en eentonig en zorgt ervoor dat je niet kunt zien waar je loopt. Hij vindt het ook saai en gevaarlijk. Kijk eens naar de hemel, zegt Pepper. Dat kun je toch niet saai noemen? De maan en de sterren kun je alleen zien als het donker is. Overdag is het daarvoor veel te licht. Die kleine sterretjes zijn miljoenen kilometers van ons vandaan, zegt Pepper. Sommige sterren vormen een patroon. Dat noemen we een sterrenbeeld. Haha, die lijkt op mij, zegt Danny. De nacht is dus niet saai, maar hij is wel gevaarlijk als je blijft struikelen. Dat is beter. Nu kunnen jullie de dingen zien in hun echte kleuren. En Danny kan de weg naar zijn boot vinden. Wel te rusten, Pepper. Slaap lekker, Danny. Slaap jelly lekker allemaal. Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Het is Bouncy! Dag Bouncy. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Kom eens kijken in de wereld van de jellybees. Ver,
heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Hallo, Korrel krijgt bezoek. Ze zorgt dat haar huis opgeruimd is en alles op zijn plek staat. Zie je hem al, Korrel? Daar is Duffy! Oh, gaat het wel goed met je, Duffy? Je ziet er ziek uit. Oh, hij zegt dat hij verkouden is. Jelly Hachi! Oh, ik zie wat je bedoelt. Zag je dat? Wat een enorme jellynies! Jelly Hachi! Hij kan er niets aan doen, Korrel. Als een draak niest, is het net alsof er een storm door je huis gaat. Oh jee, nou moet Korrel haar blokken weer terugzetten. Daar heb je Strum. Hij is goed in het oplossen van problemen. Geen zorgen, Korrel, zegt Strum. Ik help je wel. Allereerst moeten we weten met hoeveel speelblokken je huis was gebouwd. 1, 2, 3, 4. 4 blokken. Vooruit maar. Ze moeten hier ergens liggen. Raad eens, zegt Pepper. Ik heb nieuwe stoelen. Ze zijn zacht en ze zitten heel lekker. Kom maar mee. Het spijt me, Pepper. Korrel en Strum hebben het te druk met het zoeken naar de blokken. Oh, die blokken, zegt Pepper. Zijn die vierkant? Lijken ze op vierkante dozen? Ja, precies. Zijn ze roze en blauw met bloemen erop? Ja. En waren het er soms 4? Ja, nou en of! Pepper? Oh, hij is weg. Oh, dat waren je nieuwe stoelen. Pepper zegt, sorry, ik dacht dat iemand ze had weggegooid. Nee, ze werden weggeblazen, weet je. Heel lief van je dat je ze teruggeeft, Pepper. Als je iets maakt, zegt Strum, moet je weten hoe alles in elkaar hoort te passen. En je moet het in de goede volgorde in elkaar zetten. Die hoort daar, zegt Korrel. Nee, wacht even, dat klopt niet. Daar dus. Of niet? Probeer hem daarop te zetten. Nee. Oh, nee. Oh, dit komt nooit goed, zegt Korrel. Laten we het rustig aandoen, zegt Strum. Als je in paniek raakt, lukt niets. Probeer je te herinneren hoe het vroeger was. Prima! Het is je gelukt! Goed zo, Jellybees! Oh, nee! Duffy zegt dat hij weer moet niezen. Jelly! Achie! Oh. Nee! Oh! Oh jee! Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Amber! Dag Amber. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Kom eens kijken in de wereld van de Jellybees. Hi!
ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Kom eens kijken in de wereld van de Jellybees. Maak een regenboog van zon en regen. Kom je vast je vriendjes tegen. Hallo, Strum. Wat is er? Dat is een appel. Een glimmende rode appel die aan een boomtak groeit. Hoe die daar komt? Nou, hij is vanzelf gegroeid, denk ik. Strum zegt dat hij niet wist dat appels aan bomen groeien. Nee, Strum, de appel is er niet opeens. Hij heeft een hele tijd nodig om te groeien. Appels beginnen heel klein en dan worden ze groter en groter. En dan vallen ze van de boom op de grond en dan groeit er een nieuwe appelboom uit. Slim, hè? Strum zegt dat hij bang is dat de appel uit de boom valt en boven op iemands hoofd terechtkomt. Amber zegt dat iemand de appel moet plukken voordat hij valt. Oh, Jelly, jammer. Amber kan er niet bij. Je moet iets anders verzinnen als je de appel wilt plukken. Heeft iemand een idee? Hier woont Coral. Wat zijn ze van plan met die blokken? Dat ziet er goed uit. Ik hoop dat het stevig is. Daar is Coral. Oh jee, de Jellybees zijn vergeten haar te vragen of ze haar speelblokken mochten lenen. Maar ze vindt het vast wel goed. Mis, ze vindt het niet goed. Oh. Dit is heel erg onjellytastisch. Moet je die arme Pepper eens zien? Hij lijkt zelf wel een beetje op een appel. Hou je goed vast, Pepper. We willen niet dat je valt. Oh, ze gaat de appel toch niet helemaal alleen opeten? Ik hoop dat ze de andere Jellybees mee laat delen. Ach, ik weet zeker dat ze hem zal delen. Hoe dan ook, waar waren we? Oh ja, Pepper, hij hangt nog in de boom. Hoe moet hij weer op de grond komen? Een verfkwast? Dat zal je niet helpen, Pepper. Zeker niet als hij op iemands hoofd valt. Oh, kijk, een parachute. Hoera, een parachute. Daar is hij dan. Veilig op de grond. O jee. Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Amber. Dag Amber. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Kom eens kijken in de wereld van de Jellybees. Hi!
ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Kom eens kijken in de wereld van de Jellybees. Maak een regenboog van zon en regen. Kom je vast je vriendjes tegen. Wat is het een mooie lentedag in de jolige jellywereld. De zon schijnt, er is bijna geen jellywolkje aan de hemel en de jellyvogels zingen in de bomen. Hallo, Pepper. Wat is dat? Het lijkt wel een nest. Oh, kijk, een ei. In dit ei wacht een baby jellyvogeltje tot hij geboren wordt. Niet aankomen, Pepper. Ik denk dat de mama jellyvogel elk ogenblik kan terugkomen. Daar heb je Coral. Ze vraagt Pepper of hij meegaat voor een treinreisje. Nee, hij wil het ei niet alleen laten. Pepper zegt dat iemand op het ei moet gaan zitten om het warm te houden. Eieren moeten warm gehouden worden tot ze uitkomen. Pas op dat het niet breekt. Pepper zegt dat hij zal blijven zitten tot de mama jellyvogel terugkomt. Misschien moet je dan wel een hele tijd blijven zitten, Pepper. Oeh, dat is een regenboogalarm. Dat betekent dat alle jellybees naar de jellyscope moeten gaan om een regenboog te maken. Ga jij er niet naartoe, Pepper? Hij zegt dat de andere jellybees het zonder hem moeten doen. Hij moet op het ei passen. Goed, tot strakjes dan. Daar is hij! Maar ik vraag me af hoe het met Pepper gaat. Nou, Pepper zit nog steeds op het ei. Hij ziet er best tevreden uit, niet? Raad eens, Pepper zegt dat het ei gaat uitkomen. Oh, wat een mooie, jolige jellyvogel. Is hij niet mooi? Hij vindt je wel aardig, Pepper. Pepper maakt zich een beetje zorgen om de baby jellyvogel. Zijn mama is er niet om voor hem te zorgen. Weet je, Pepper, volgens mij denkt de jellyvogel dat jij zijn mama bent. Daar heb je Duffy. Pepper zegt dat hij niet weet hoe je voor baby jellyvogels moet zorgen. Duffy zegt dat hij het wel weet. Hij gaat de babyvogel leren vliegen. Nou, voorzichtig hoor, Duffy. Hé, hij kan het al bijna. Alleen vergeet hij te fladderen. Oh, wat een opluchting. De mama jellyvogel komt eindelijk terug naar haar nest. En mama vogel zegt, dankjewel, Pepper. Je bent een jelly. Fantastische babyoppas. Tot ziens, jellyvogels. Tot de volgende keer. Dag. Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Kijk, het is Danny. Dag Danny. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Ver,
heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Hallo, raad eens. Strum, Bansy en Amber hebben een super jelly spel bedacht. Ze willen wedstrijden houden. Leuk, hè? Amber vraagt Coral of ze ook meedoet. Coral is gek op spelletjes. Goed, wat gaan we eerst doen? Oh, dat is makkelijk. Het is een spring- en renwedstrijd. Ze moeten over Corals speelblokken heen springen en dan naar de boom toe rennen. Hey, wacht even, Bouncy. De wedstrijd is nog niet begonnen. Jelly 1. Jelly 2. Jelly af! Bouncy is weg. Maar waarom zijn Coral en Amber nog niet aan het rennen? Coral zegt dat het Amber's schuld is. En Amber zegt dat het Coral's schuld is. Strum zegt dat als ze geen ruzie hadden gemaakt, de wedstrijd gewoon begonnen was. Oh, laat ook maar. Wat nu, Strum? Oh, de driebenige wedren. Oh, die vind ik leuk. De Jellybees zeggen dat ze niet mee kunnen doen omdat ze maar twee benen hebben. Strum moet het maar uitleggen. Eerst moeten ze paren vormen. Dus twee Jellybees tegen twee Jellybees. Strum en Bouncy zijn één paar. Coral en Amber zijn een tweeling, dus die zijn vanzelf een paar. Ik weet wat Bouncy bedoelt. Hij denkt dat tweelingen altijd als twee druppels jelly op elkaar moeten lijken. Amber zegt dat sommige tweelingen niet op elkaar lijken. Maar ze worden tweelingen genoemd omdat ze op dezelfde dag geboren zijn en dezelfde papa en mama hebben. Amber en Coral zijn zo'n soort tweeling. Goed, terug naar de driebenige wedren, ja? Oh, kijk, Strum heeft een been van Amber vastgebonden aan een van Coral. Dus nu hebben ze samen drie benen. Goed, allemaal klaar voor de driebenige wedren? Jelly 1, Jelly 2, Jelly af, af, af! Dat is één keer af voor elk been. Tweeling, wacht nou even. Als jullie kibbelen, komen jullie nergens. Jullie moeten samenwerken. Amber zegt dat ze eerst een stap moeten doen met hun aan elkaar gebonden benen en dan één met hun losse benen. Ziet het er niet leuk uit? Jelly-tastisch! Ze hebben zoveel plezier dat ze volgens mij helemaal vergeten zijn dat het een wedstrijd is. Jullie zijn een vrolijk paar, Coral en Amber. Goed, wat zullen we nu gaan spelen? Jelly, tot ziens! Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Kijk, het is Danny! Dag, Danny. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Kom eens kijken in de wereld van